Dag, vandaag wil ik praten over iets heel belangrijks, namelijk het testen van corona. Daar zitten we allemaal op te wachten. Iedereen heeft daar gewoon zijn eigen mening over. Maar ik spreek nu met Bart Verleg van Mayumana Healthcare. En we gaan het hebben over een test die ontwikkeld is in Wuhan. En die nu in, zeg maar, door een Amerikaans bedrijf in China wordt gemaakt. En het bedrijf dat heet CDK Biotrix. Die hebben een coronavirus test gemaakt. Daar kun je in ongeveer 10 minuten, 10 tot 15 minuten, kun je een stuk bloed erop leggen. En daarna krijg je een uitslag positief of negatief. Een beetje een zwangerschapachtige test. We gaan nu even praten over het bedrijf erachter, waar die dat maakt, uit San Diego. Wat dat voor een bedrijf is, wat voor producten ze maken en of we dat kunnen vertrouwen. Ik ga met Bart praten over wat hij hiermee wil. En we gaan ook een aantal documenten laten zien van hoe die coronatest is geverifieerd. Dus, dat gaan we samen doen. Hey, Bart. Bart Verleg. Ja. Hartstikke mooi. Ja, ik kwam op jouw pers-announcement dat jij een test had gevonden. En die was eigenlijk gewoon too good to be true. Een prachtige test die in 15 minuten een uitslag geeft. Minder dan 10 euro kost. En die gemaakt is in Wuhan. En die gemaakt door een bedrijf wat meer dan 1 miljoen per week kan maken. Nou. Hoe zit dat ermee? Van wat is dat voor een bedrijf en hoe is die test tot stand gekomen? Om te beginnen met het laatste. Hoe komen we hierop? Kijk, ik ben zelf ondernemer in de zorg en lever medisch instrumentarium aan urologen en gynaecologen in Nederland. Nou, dat valt allemaal een beetje stil momenteel door de coronacrisis. De OK's zijn stilgelegd en ja. De meeste daarvan. Maar wij houden wel veel contact met de artsen. We gingen eerst maar eens nadenken, kunnen we ook wat doen om te helpen? We rolden van de mondkapjes in de ene fabrikant naar de andere fabrikant om te helpen. Uiteindelijk zijn we gaan skypen met onze partners in het buitenland. We hebben een groot netwerk van vele partners waar we veel mee spreken over nieuwe trends. Zo werd ik eigenlijk getipt vanuit een zakelijke partner uit Australië. Die ook met deze testen bezig waren. Omdat er een enorme behoefte ontstond om mensen te testen. En omdat de resources daar gewoon niet voor zijn in Australië, maar eigenlijk ook niet in Nederland en waar dan ook in de wereld, om heel veel mensen snel te testen. Zodoende hebben wij contact gezocht, ook met dezelfde fabrikant uit Amerika, CTK Biotech. Ja. Voor ons op dat moment totaal onbekende fabrikant, omdat het ook niet onze business is. Maar omdat we wel gewend zijn om gewoon zaken te kunnen doen met verschillende fabrikanten, hebben we hier gewoon op een gezonde, professionele manier contact meegelegd. Aantal Skype calls tot diep in de nacht gehad om meer over de producten te weten. En uiteindelijk besloten, laten we dit ook voor de Nederlandse markt oppakken. Om te kijken of we daarmee letterlijk ons steentje kunnen bijdragen in deze hele crisis. Ja, en dit CTK-bedrijf komt uit, ik zag net bij Bloomberg dat ze in 1979 zijn, 97 zijn begonnen, dus het bestaat al een tijdje. Ze hebben een hele hoop producten, het is een testenfabrikant. Hè. Ze maken echt testen over allerlei verschillende dingen, of het nou biomarkers, bloedborne, hepatitis, maken ze allemaal testen van. Dus het is een professioneel testingbedrijf. Ja, we maken veel testen en wat voor ons belangrijk is als wij zaken doen met een partner, is dat, want iemand kan ook heel veel schrijven, dat zaken ook gevalideerd worden. Dus ze hebben niet alleen een test, ze hebben ook de validaties. En ze kunnen dat ook bewijzen met studies, onderzoeksresultaten, et cetera. Dus het is een well-documented company. Ja, dat ze hebben meer dan 200, ik heb gezien dat ze hebben meer dan 200 employees. En ze hebben ook gewoon productiecapaciteit hebben ze in China. Nou, dat gaat dus nu even over die COVID-19 testkits. Dus die zien we hier, zien we dat op de website. Daar kan iedereen eventjes naar kijken. En daar zijn dus twee soorten testen die er zijn. Kun je die even bespreken? Ja, er zijn twee testen. Het gaat hier eigenlijk over de rapid test en de real-time PCR test. Waar we nu over spreken, dat is de rapid test, de sneltest. Dat is een test die eigenlijk binnen 15 minuten kan laten zien of iemand het coronavirus heeft. En in welk stadium het zich bevindt. Dus hoe lang iemand het coronavirus heeft. Ja. Er zijn heel veel andere testen op de markt die alleen maar kunnen testen op het moment dat iemand coronavirus heeft. Maar als het dan een maand later is bijvoorbeeld, dan doet die test helemaal niets meer. Deze test is veel accurater. En kan dat eigenlijk meteen meten. En meten antibodies. En als je eenmaal dat gehad hebt, dan hoeveel dagen worden die antibodies aangemaakt?
Nou, in principe duurt het een aantal dagen voordat het lichaam daarmee begint. En daar zijn weer allemaal percentages aan gehangen. En de beste testresultaten beginnen ergens vanaf dag 5. Dat een patiënt het virus bij zich draagt. Ja. En dat betekent eigenlijk ook dat er ook nog een tijd daarvoor is. Want dan is zeg maar, het virus in het bloed gekomen. Daarvoor, als het nog niet in het bloed zit, is er een PCR-test, een real-time PCR-test, beschikbaar. Daar zijn de ziekenhuizen ook mee bekend. Dat is meer een laboratoriumtest. Door de snelheid hoe dit is geïntroduceerd door de firma dit jaar, hebben ze hier een versneld ook een CE-certificaat voor aangevraagd. Dat is inmiddels goedgekeurd. Alleen de documentatie daarvan verwachten ze volgende week. Dus officieel mogen wij dit nog niet importeren, de PCR-test. En daarom focussen wij ons momenteel op die rapid test. Ja, wat betekenen die getallen? 96% sensitivity. Dus dat betekent ook de gevoeligheidstest dat 96% van de patiënten wordt opgepikt? Ja, precies. En het is eigenlijk zo dat als we even kijken naar de Australische situatie, daar hebben ze ook niet die PCR-test voorradig. Daar laten ze nu bijvoorbeeld mensen 2 keer de sneltest doen. Dus 1 keer op de eerste dag en 5 dagen later laten ze het nog een keertje doen. Om te kijken of dan als iemand zeg maar negatief screent en 5 dagen later nog steeds negatief is, heeft die patiënt voor meer dan 95% zeker geen coronavirus. Ja. En als die wel al wat laat zien in die test, op de eerste test, en daarna nog een keer, dan moet zo'n patiënt in quarantaine. En het mooie van die quarantaine is dat iemand dan, als iemand niet meer ziek is en die test nog een keer doet, die dan precies kan zien hoe ver iemand in het stadium is met corona en of die het niet meer heeft. Ja. Dus dat betekent, je ziet dat die antibodies er zijn. Hoe kun je nou het verschil zien tussen of die wel dat hij het heeft en dat hij immuun is, die twee situaties? Hoe kun je dat doen? Door 2 keer die test te doen? Nou, in principe al door 1 keer die test te doen. Alleen wat wij zelf begrijpen van de microbioloog en viroloog in het ziekenhuis is, je wil het ook checken. Dus je wil eigenlijk ook controleren of de test die je doet ook daadwerkelijk klopt. En daarom wordt er vaak een laboratoriumtest gedaan. En dat is ook een van de redenen dat wat nu, daar zijn niet genoeg resources voor in de ziekenhuizen, hebben we begrepen. Dus dat zou een reden zijn om nog een keer die quicktest te doen, 5 dagen later. Okay, en dan, of 10 dagen later. Dan kun je aan de uitslag kun je zien of iemand wel antibodies heeft, maar het niet meer heeft. Ja. Ja. Okay. Dus er zijn meerdere markeringen op die test. Ja. En dat zijn gewoon verschillende indicatoren. En de specialisten die daarmee aan de slag gaan, die kunnen dat perfect uitlezen en gebruiken. Oké. Okay. Als we dan even kijken naar alle zeg maar, documenten die je daarvoor hebt. Ik zag dat je daar een aantal. Je hebt mij een aantal documenten gestuurd. Wat voor documenten hebben ze jou opgestuurd? Want we willen natuurlijk weten wat zit erin, hoe werkt het, hoe is het getest, dat soort zaken. Nou ja, omdat we er niet te diep op kunnen ingaan, maar om een algemeen beeld te schetsen. Zij hebben in Wuhan hebben zij met meer dan 500 patiënten, die hebben ze onderzocht. En van die 500, het zijn 551 patiënten. En 126 van die patiënten, daarvan verdachten ze al dat die patiënten het coronavirus hadden. En al die patiënten zijn eigenlijk helemaal, alle testresults daarvan zijn allemaal gedocumenteerd. Alle onderzoeken, alles wat in dat bloed zit en gerelateerd voor het coronavirus, allemaal eigenlijk opgeschreven, getest volgens een aantal protocollen die gebruikt worden in die wereld. Hoe ze dus dit soort testen moeten opzetten. Ja. Dat gaat allemaal volgens vaste protocollen die zijn vastgesteld. En dat is eigenlijk allemaal volledig professioneel. Eigenlijk alle documentatie die nodig is om voor een deskundige om het in te lezen, is beschikbaar bij deze fabrikant. Die kun je dus bij jou ook opvragen. Je hebt daar gewoon, want ik heb er ook een aantal kopieën van gekregen, dus ik kan het gewoon zien, maar ze kunnen het bij jou krijgen. Oké, dan even de basis van deze test. Het is een low-cost test en het is een speedy test. Hè? Dus minder dan €10 en binnen 15 minuten klaar. Dan is natuurlijk de vraag. Dit zal wel populair zijn. Ik zag dat er 500.000 geshipped werden naar Australië. En je zei zelfs dat het al meer is. Maar hoe, wat was hun productiecapaciteit en hoeveel demand is er? Dus als je nu iets bestelt, ik heb gehoord dat jij een aantal besteld hebt. Wanneer komen die aan en wanneer komen grotere orders beschikbaar?
Nou, om antwoord te geven op je eerste vraag. Ze hebben een capaciteit van ongeveer 1 miljoen units per week die ze kunnen produceren. En er zijn een aantal landen die ook nu samenwerken met CTK Biotech. Dus die zullen allemaal wel voor grote aantallen gaan. Dus ze zijn nu aan het kijken hoe ze verder kunnen opschalen. Om die productiecapaciteit te verhogen. Dat zal wel wat voet in de aarde hebben. De komende weken zal dat moeten worden opgeschaald. Er zijn eigenlijk gelukkig ook andere spelers op de markt. Er is ook een speler uit Zuid-Korea. Die heeft een vergelijkbare test. Zij werken ook samen in Engeland met deze test. Daarvan blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn weer iets minder. Maar goed, dat is de ene concurrent die het over de andere zegt. Dat vind ik eigenlijk niet zo relevant. Ik denk als het werkt, is dat gewoon goed. Dus als er meerdere spelers zijn, komen er ook genoeg tests. Wij hebben zelf 1000 tests besteld. Ik verwacht dat we er daar ongeveer 500 van geleverd krijgen. Een eerste batch. Wanneer is de grote vraag. We hopen dat we ergens eind volgende week, dat er in ieder geval een shipment vanuit China gaat komen. Met een beter geluk volgende week woensdag. De Chinese shipments naar Nederland gaan relatief snel. Er is geen vliegverbod. De documentatie is in orde. Ons bedrijf kan dat allemaal prima ontvangen. Ja. En als wij die testen hebben ontvangen, is eigenlijk het eerste wat we gaan doen, is dat dus samen met de specialisten in het ziekenhuis valideren. Samen kijken naar patiënten die het coronavirus dragen, deze testdata doen en dan een dubbelcheck te doen middels zo'n PCR-test of een laboratoriumtest in het ziekenhuis, voordat we dit groots willen aanbieden. En ja, een kanttekening daarbij is eigenlijk, we willen heel graag helpen. En we hebben daarom ook met het RIVM, daar zijn we mee in contact geweest. Zij zijn heel druk. Zij moeten ook alles onderzoeken. En we hopen gewoon dat ze ook met ons contact opnemen. Omdat we gewoon een bedrijf hebben wat dusdanig gevalideerd is. Dat ik denk dat, dat dit soort bedrijven nodig zijn. Want er is dus, iedereen heeft haast. Iedereen wil graag testen. Maar alles moet wel gevalideerd en geonderzocht worden. Dus die mensen dat kunnen, zijn heel druk. Hè? We hebben ook met het RIVM contact uitgezocht. En die zeggen ook van ja, wij moeten eigenlijk gewoon zoiets hebben, compleet met documentatie. En een aantal mensen die er in Nederland naar gekeken hebben, die zeggen, dit is de moeite waard om bovenaan de stapel te leggen. Want er liggen nu gewoon 20 testen te wachten. En jij zegt dus, dit is redelijk, dit is A, die kosten zijn laag. En B, dit is in aantallen verkrijgbaar, als ze tenminste op tijd zijn. En jij zoekt nu eigenlijk contact met mensen in Nederland die dit product willen evalueren volgende week woensdag. A, de documentatie nu willen evalueren. En B, dan willen testen met een aantal bedrijven. Ik hoor dat AMC ermee bezig is op dit ogenblik. En je zoekt nog een aantal andere mensen die dit echt, wiens naam, zeg maar, gewicht in de schaal zet. Zodat je daarna gewoon kunt doorgaan. En ik weet ook, bij Volksgezondheid zitten ze op dat soort producten te wachten. En een miljoen testen is natuurlijk, 8 miljoen euro, dat is klein spul vergeleken met wat voor schade we nu hebben. En dat die quarantaine maatregelen nu echt grof zijn en iedereen hetzelfde. We weten niet of mensen het hebben. En jij wil gewoon eigenlijk een paar partijen hebben met wie je gewoon dit product naar binnen kunt krijgen in Nederland. Ja, overigens, het AMC is nog niet, in ieder geval niet met ons bezig. Wij hebben alleen wat lijntjes uitstaan bij verschillende ziekenhuizen en relaties, maar ook buiten de ziekenhuiswereld. Er is natuurlijk best wel veel interesse vanuit huisartsengroepen, ouderenzorg, allerhande soorten zorginstellingen zouden hierbij gebaat zijn. Niet alleen nu in deze fase, maar ook over een jaar of over 2 jaar om gewoon de controle uit te voeren. Dus wat wij graag willen nu is als we het product krijgen, en ik kan er nog geen bevestiging over geven wanneer dat komt, maar dat gaat snel komen, om dan die testen aan te bieden aan een aantal instanties die dat helemaal perfect kunnen controleren, zodat we gewoon daadwerkelijk iets hebben waar iedereen, wat iedereen kan vertrouwen. En dat is het idee. Dat is hartstikke goed. Waar kunnen ze, zeg maar, e-mailen? Ik zet het wel in de notes ook bij jou erbij, maar jouw e-mailadres? Nou, het makkelijkste is misschien om of een e-mail te sturen naar COVID-19, COVID-19, apenstaartje, Mayo Health, en dat is mayuhealth.com. Ik zet het onder de show notes, want dat is inderdaad, zo heb ik jou ook contact. Je reageert, je leest het in ieder geval. Je belde me meteen terug, dus wat dat betreft was dat gewoon goed. Nou, ik denk dat het ontzettend belangrijk is en het is interessant om te zien dat zo'n product wat dan er is, met ook nog een distributie in Nederland, met alle producten, met alle documentatie, dat het best wel moeilijk is om te evalueren als land en als instanties en ziekenhuizen
om daarmee aan de gang te gaan. Ook al is de nood hoog. En die nood voor testing is gewoon hoog. Want inderdaad, ik hoor zoveel problemen met mensen met healthcare medewerkers. En ook patiënten die allemaal symptomen hebben die niet getest kunnen worden, omdat we gewoon niet genoeg capaciteit hebben. Dankjewel Bart. Ik ga dit online zetten. Als mensen iets willen weten, kunnen ze mij bellen. Dan kan ik ze alvast wat informatie geven. Maar ze kunnen jou meteen direct een e-mailtje sturen. En ik wens je veel succes met je quest. All right, dankjewel.